Dit is de rug van Marcel Kittel. De Duitse bonkspieren is dé attractie van de StairZLM Tour. Zeker bij absentie van regiotopper Lars Boom. De winnaar van vorig jaar niet geselecteerd, tot ontsteltenis van de organisatie. Ik vind het toch wel een gemiste kans, ook voor ploegen. Kijk, Lars is een jongen van de streek, rijdt graag in deze regio. En datzelfde geldt voor Koen de Kort. En die worden nu op andere missies gestuurd. En ik vind dat een gemiste kans voor de ploegen. En ik vind het ook een klein beetje te weinig nadenken ook naar een organisator die toch een jaar bezig is om een wedstrijd van de grond te krijgen. Het meest opmerkelijke moment in de proloog van 7 kilometer was deze woningbrand aan het parcours. Waardoor de rit even werd stilgelegd en Johnny Hogeland weer kon omkeren. Daarna weer een incident. Kenneth van Bilze knalde op een overstekende toeschouwer. De Belg moest naar het ziekenhuis. En met in totaal een half uur vertraging zaten de toppers dicht bij elkaar. Wagner, Kittel, Timmer, ze gaven maar een paar tellen op elkaar toe. Maar de snelste was Philippe Gilbert in 8:37. Nee, dat is mijn eerste overwinning in het proloog. Ik heb de eindklassement 2 keer gewonnen door 1 seconde en 3 seconden, denk ik. Dus ik weet dat die koers, je kunt die winnen op heel klein verschil. Dus het is altijd beter als je voorsprong hebt. Met Gilbert in het eerste geel verhuist het peloton naar West-Brabant. De eerste etappe start in Rukven. De finish ligt in Sint-Willebrord.